Dan hebben we de kokos. Kokosproducten. Dan kun je denken aan kokosolie, kokosmelk, kokosrasp, kokoswater. Eigenlijk alles van de kokospalm. Nou, wat is het bijzondere van die kokos? Er zijn geen enzymen nodig om de kokosolie af te breken. Dus met olijfolie, avocado's, noten, pitten, zaden heb je allemaal enzymen nodig, eigenlijk schaartjes, om de vetzuren af te breken. En met kokosolie is dat niet het geval. Het bevat MCT-vetzuren en die vetzuren die kunnen niet opgeslagen worden. Dus eigenlijk kun je van kokosolie niet dik worden. Dat hebben ze onderzocht bij dieren. Ze probeerden varkens vet te mesten en dat lukte niet. Die dieren werden juist slank, mager en gespierd. En bij mensen is dat ook het geval. Dus vandaar dat ik dit plaatje erbij heb gedaan van een bodybuilder en een vrouw met buikspieren. Ik had vorige week nog een meisje op bezoek, gewoon een vriendin van mij, die is heel erg mager, buikspieren zichtbaar. Die neemt 5 tot 6 eetlepels kokosolie per dag. Nou, iemand zou denken, ah, daar word je bagger vet van, zoveel calorieën, zoveel vet. Nee, dat is niet het geval. Mannen hebben er minder last van, maar vooral bij vrouwen komt een traagwerkende schildklier behoorlijk vaak voor. Het heeft er onder andere mee te maken dat we geen selenium binnenkrijgen, geen jodium binnenkrijgen. Maar kokosolie, dat is dus een tonicum voor de schildklier. Dus het is niet dat het de schildklier stimuleert of remt, nee, het moduleert. Dus eigenlijk met al die superfoods, het moduleert allemaal. En daardoor wordt het vaak ingezet bij mensen die willen afvallen. Sporters gebruiken het ook veel, omdat je er energie van krijgt. En je kunt het makkelijk verteren, dus je hebt geen last van maag-darmklachten, wat met andere vetten wel het geval kan zijn. En nog iets belangrijks, er zit laurinezuur in. Dus in de kokosolie zit laurinezuur. Als dat eenmaal in je darm terechtkomt, wordt het door de darmbacteriën omgezet in monolaurine. En dat is een van de krachtigste antibiotica voor virussen, pathogenen, schimmels, candida-schimmel. Dus kokosolie is heel breed inzetbaar. En waar je het ook heel goed voor kunt gebruiken, is voor massages. Dus het is zo'n beetje de beste massageolie die je kunt gebruiken. Dagcreme. Dagcreme kan ook. Haarmasker. Ik heb in mijn praktijk de nodige modellen. Het zijn echt van die topmodellen die naar New York vliegen. Die hebben allemaal sponsorcontracten met L'Oréal en noem maar op. Ze gebruiken geen van de producten. Nee. Geen van de producten. Dus ze worden gesponsord. En ze krijgen geld om dat te zeggen, maar ze gebruiken het zelf niet. Nee. Ze gebruiken allemaal kokosolie, arganolie. Al dat soort producten.